Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over 3D printen. De laatste tijd weinig video's natuurlijk. Reden: coronavirus. Met name de ruimte waarin ik hier zit, mijn werkkamer. Ik werk op dit moment thuis en ik heb dus terdege steeds minder ruimte bij mijn printer in de buurt, omdat daar ook mijn laptop van de zaak staat. Desalniettemin, toch af en toe belangrijk om een keer een video te maken. En vandaag weer het maken van een object, een project zeg maar. Ik las op het internet iemand, een Nederlander overigens, die in 2015 in Cuba geweest was. En wat ze in Cuba hebben, en ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dat is echt zo. Daar rijden ze nog met auto's rond van de 50er, 60er jaren. En daar kun je dus fantastische auto's zien. Het is natuurlijk pure armoede, daar gaat het natuurlijk om. Maar het neemt verder niet weg dat er in die tijd wel hele mooie auto's gemaakt werden. Een van de dingen waar hij gecharmeerd van was, was van een Cubaanse pick-up. Een model wat daar heel veel rondrijdt. Waar je ook lekker mee off-road kunt crossen en dat soort dingen meer. En van die pick-up heeft hij een STL gemaakt via een CAD-programma. En dat is dan dus ook te downloaden vanaf het internet. En dat heb ik gedaan. Dat heb ik geprint. Ik ga kijken of we dat in elkaar gezet krijgen samen. Aan het eind van de video ook nog een klein stukje over ons PLA-project biologische afbreekbaarheid. Nou goed, laten we gaan beginnen. Ik ga even alle onderdelen erbij halen die ik heb geprint. En dan kunnen we zien of we dat keurig in elkaar gezet krijgen, want ook dat is best nog wel een dingetje. Daar gaan we eens even naar kijken. Zo, daar ben ik weer. Het object bestaat in totaal, tenminste zoals ik het gedaan heb, uit 8 verschillende prints. 8 verschillende printsituaties. Eenmaal 4 keer de verschillende banden van het object. Dan eenmaal de assen, dat zijn die zwarte hier in het midden. En dat zijn er 2 natuurlijk. En dan eenmaal de velgen, en dit is ook gelijk het zwakste punt van het model, de velgen. Want op de velgen zit een klein staafje. En omdat de velgen ook in deze situatie geprint worden, zoals ik hem hier nu op die motorkap zet, en dat staafje erbovenop zit, en in laagjes op laagjes print, is dat ook gelijk het zwakke punt. En dat is ook de reden waarom ik zojuist alvast even die velgjes in de assen gedaan heb. Ze bewegen ook nog op eentje na. Die is gebroken, dat is ook niet zo erg. We zien op die assen ook 2 nokjes. Die vallen straks in het chassis in de gaatjes. Echter, dat blijft niet goed genoeg zitten, dus we zullen ook dat moeten plakken. Dus het object zal straks eigenlijk niet echt goed kunnen rijden. Het zal blijven staan. Maar dat is dus de derde. De derde zijn dus de velgjes die geprint zijn. Dan krijgen we natuurlijk het chassis. Het chassis moet absoluut, net als de bandjes en de velgjes, met supports gedaan worden. Hij wordt namelijk plat geprint en dan krijgen we hier een beetje een probleem. Door zeg maar hem op de supports op het printbed te laten zijn, krijgen we alleen maar deze halve rondingen opgevuld met supports. En die zijn er vrij gemakkelijk uit te breken. Bovendien is het de onderkant van de wagen, dus het doet geen afbreuk aan het model. Bij de bandjes moet dat, omdat zeg maar de bandjes als het ware een soort van ronding hebben. En dat natuurlijk weg zal vallen als je hem plat gaat printen. En dat geldt voor de velgjes eigenlijk net zo. Dus naast de velgjes en de chassis hebben we dan de motorkap van de Cubaanse pick-up truck. De cabine waar de bestuurder komt te zitten met daarbovenop zijn cabineafdekking. En last but not least, achterop de pick-up bak. Wat ik ga doen is om te beginnen, ik ga nu die 4 banden aanbrengen op die
op die assen en op die velgen. En ook dat is nog wel een dingetje, want ik heb gemerkt dat bij sommigen zal het keurig strak zitten, zoals bij deze, daar zit het goed. Echter, sommigen zitten eigenlijk te licht erop en moeten derhalve vastgekleefd worden. Even kijken. Ja, deze moet eigenlijk gekleefd worden. Dus deze ga ik eventjes met PVC-lijm insmeren. Heel klein beetje aan de binnenkant, dus het hoeft niet veel te zijn. Zo. En dan kan die op het wieltje worden aangebracht. En kan die even rustig drogen. Ik zet hem even rechtop in de cupbak. Klein beetje restlijm eraf vegen. Nou ja, goed. Dat gaat verder wel goed zo te zien. Gaan we even kijken bij het andere wieltje. Ook deze is te licht. Moet dus voorzien worden van een klein beetje lijm. Het hoeft echt maar heel weinig te zijn. Prima. En dan hebben we er nog eentje. En ook die zit er te licht op. Dus eigenlijk was alleen de eerste die zat er goed op. De andere zijn net iets te licht. Maar dat geeft niks. Natuurlijk heel makkelijk op te lossen met een heel klein beetje PVC-lijm. En met de PVC-lijm weer sluiten, want dat droogt heel snel uit. En het laatste wieltje zit op zijn asje. Zo. Dan gaan we die assen ook gelijk aanbrengen op de auto. Daarvoor draai ik even het chassis om. Bij deze is er al zo'n nokje afgebroken. Ook die nokjes zijn erg gevoelig. Maar we zien ook dat we hem wel kunnen plaatsen en dat is niet zo moeilijk. Ook hier geldt weer een heel klein beetje PVC-lijm. Even het asje met PVC-lijm insmeren. Hoeft ook niet extreem veel te zijn, klein beetje. En hem dan fixeren op de juiste plek. Even kijken dat hij goed zit. En dan kan die aangedrukt worden. En dat is de vooras van de wagen. De achteras, daar zitten nog wel allebei de nokjes op, maar ook die ga ik voor de zekerheid vastlijmen. Ook dat doe ik op de as. Want dat is het kleinste object. Als je het op de chassis zou doen, dan zou je misschien wat insmeren met lijm wat niet verlijmd gaat worden. Dus ik ga lijmen op de as. Hoeft ook maar weer een klein beetje te zijn. Het is allemaal niet veel wat nodig is. En ook deze even aandrukken. En daarmee zitten de assen verlijmd aan het chassis. En daarmee is het ergste ook al achter de rug. We gaan hem omdraaien. En hier staat onze chassis van onze pick-up truck. Nou, het aanbrengen van de onderdelen is niet zo verschrikkelijk moeilijk. De motorkap die komt natuurlijk voor. En die zit zometeen strak tussen de beide voorvleugels van de auto. Dus ook hier gaan we op de achterzijde een heel klein beetje PVC-lijm aanbrengen. Dat is het enige nadeel van PVC-lijm is de kliederboel die je ervan krijgt. Maar mijn ervaring is wel dat het met PLA erg goed werkt.
deze even aandrukken. Zo. Nou, we zien al, de wagen begint wat vorm te krijgen. Zo, ja. Dan krijgen we de cabine. En op de cabine gaan we ook direct maar het dakje opzetten. Zodat hij deze vorm krijgt. Ook dat weer even met een heel klein beetje PVC-lijm. Zo. En ook die is inmiddels aangebracht. En dat geheel gaan we dan in het midden van de wagen aanbrengen. Daarvoor zetten we even die cabine op zijn kop. Ook hier weer een beetje PVC-lijm. Nogmaals, laat niet je kleinkinderen hiermee spelen of je kinderen. Want echt rijden en echt stevig is het niet. Vanwege die asjes. Maar desalniettemin is het toch wel een heel leuk object om te hebben en om te laten zien aan mensen als een mooi 3D printobject. Ook deze druk ik even aan. En onze truck krijgt steeds meer vorm. We krijgen het laatste object, even kijken of die er goed achter past. Nou, dat gaat perfect, kan ik nu al zeggen. Ook hier weer wat lijm. Zo, mijn potje kan daarmee dicht, want het is het laatste wat we gaan lijmen. Hij heeft een wat ronde achterkant, dus dat is de achterzijde. En ook die druk ik even vast. En ik weet niet of je het kan zien, maar dit is natuurlijk geweldig natuurlijk. Dit is fantastisch ontworpen door die Nederlandse Cuba-ganger. Die een ontzettend leuke auto ontwikkeld heeft hieruit. Echt grappig. Leuk object, zoals je ziet. Oké. Dat was even iets over de Cubaanse pick-up truck. Pas op met het printen. Dus er zijn een aantal onderdelen die support nodig hebben. Het maakt het extra leuk als je het in verschillende kleuren maakt. Met zijn meest kwetsbare onderdelen, dat moet je even in de gaten houden. Dat zijn die nokjes op die twee assen. En dat zijn vooral de velgen met daaraan het uitsteeksel wat uiteindelijk in die assen moet gaan vallen. Want dat is op een manier geprint. En dat is bijna niet op een andere manier mogelijk. Die zeg maar de sterkte wegneemt. Dus hier moet je absoluut geen kinderen meer laten spelen of wat dan ook. Maar dit is het resultaat. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik zie je zo terug, want we gaan zo meteen nog heel even een klein stukje laten zien over ons project met de afbreekbaarheid van PLA. Goed, lieve mensen, de afbreekbaarheid van PLA. Ik denk dat het zo'n beetje oktober was toen ik besloten heb om een test te gaan doen naar die zogenaamde biologische afbreekbaarheid van PLA. Ik lees verhalen van mensen die zeggen absoluut niet. Ik lees verhalen van mensen die zeggen absoluut wel. En dat wil ik eigenlijk een beetje zien te gaan bewijzen, ja of nee. Laat het zo zeggen dat we gaan zien of het nu wel of niet afbreekbaar is. Daartoe heb ik in oktober afgelopen jaar in drie bekers gezet. Een beker met een object, een fidget spinner. In gewoon normaal water, eentje in suikerwater en eentje in zoutwater. Het verhaal gaat dat het afbreekbaar zou zijn in zeewater, dus afbreekbaar in zoutwater.
Dat zal ongetwijfeld een paar jaar duren. Dat zal niet iets zijn van een half jaartje of een jaartje of wat dan ook. Desalniettemin wil ik af en toe een update geven over hoe het daarmee is. Laat ik eerst maar eens even diegene uit het gewone water uithalen. Dat is degene die ik hier heb. Daar ligt hij dus ongeveer een half jaar nu in. Ik pak even mijn mesje om even te voelen of er misschien enige vorm van misschien oplosbaarheid is. Maar dit is gewoon een solide fidget spinner. En dus eigenlijk geen enkele winst te bespeuren bij gewoon water. Even wegzetten. Zo. Krijgen we die met het suikerwater. Dat is aan de linkerzijde. Ik pak bewust de zout in het laatste, want dat zou eigenlijk degene moeten zijn die werkt. Ik weet niet of het zo is, maar ik denk het niet. Maar dat zou eigenlijk moeten. Even kijken hoe het daarmee is. Als ik daar het mes op zet. Ook dit is gewoon nog steeds solide plastic. En nog steeds geen verandering in de structuur van het gebeuren. Ik realiseer me wel, want ik heb hem net bij moeten vullen, dat het misschien een keer zaak is om weer suiker bij te voegen. Dus om de zaak misschien weer opnieuw wat leven in te blazen, zeg maar. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is misschien de makkelijkste manier om het uit te drukken. Tot slot, die met de zout. En die heeft wel de nodige zoutkristallen inmiddels aan boord. Al is het door het bijvullen net weer een heel klein beetje opgelost. Maar je zit flink wat zout in. En ook hier geen enkele vorm van verzachting of wat dan ook. En ook hier geldt simpelweg nog steeds dat die nog steeds als fidget spinner te gebruiken is. Zover dus de update van onze experiment of PLA biologisch afbreekbaar is. Op dit ogenblik kunnen we daar dus nog helemaal niets van zeggen. Er zit nog geen vooruitgang in, maar het is ook pas een half jaar. En eigenlijk vind ik dat je dit pas na een jaar of vijf zou moeten gaan zien. En ik hoop dat ik dat dan ook nog kan met u samen. Voor vandaag, lieve mensen. Ik wens u sterkte in deze hele moeilijke tijd, in deze coronatijd. Blijf gezond. Let op anderen, let op jezelf. En wie weet, tot een volgende video. Dag.